energie krijgen. Ja, dus een belangrijk argument voor u is ruimtegebruik. U noemt ook 2030 en 2050, daar wil ik zo over doorpraten. Maar hoe zit dat met het ruimtegebruik? Is een kerncentrale dan toch niet een haalbaar idee voor de Partij van de Dieren? Ja, ik wil eerst even ingaan op het IPCC. Want dat haalt de Partij voor de Dieren ook vaak aan als het gaat over wetenschappelijk onderbouwde rapporten. En het klopt dat het IPCC het over kernenergie heeft. Maar wat je ook ziet, en dat wordt ook door dezelfde professor Blok, of Cornelis moet ik zeggen. Cornelis Blok gezegd dat het gebruik van kernenergie in die IPCC-rapporten voortdurend steeds aan het afnemen is. En tegelijkertijd zie je dat het belang van wind op zee met name, enorm toeneemt. En waarom is dat? Omdat de technologische innovatie daar veel sneller gaat. Je ziet dat je nu al veel minder eigenlijk ruimtebeslag nodig hebt voor die windmolens. Dus ja, het klopt dat het in IPCC-rapporten voorkomt, kernenergie. Maar ja, ik denk dat mevrouw Agnes Mulder ook moet toegeven van het CDA dat het belang daarvan gestaag steeds meer aan het afnemen is. Net zo als overigens biomassa. Ja. Maar dat betekent dus dat als u niet kiest voor de kerncentrale, dat u vol wil inzetten op wind op zee om die duurzame energie te maken die we nodig hebben. Ja, dat klopt. Wind op zee, zonne-energie, groene waterstof. Ja, maar geen wind op land dus. Wind op land zal ook een rol spelen. We zullen een hele hoop dingen nodig hebben, maar geen kernenergie. Oké, mevrouw Mulder. Ja, ik denk dat als je niet zo misschien betrokken bent bij dat Noordzeeakkoord, en ik mocht daar woordvoerder van zijn, en heer Thijs is daar ook nauw bij betrokken geweest in ieder geval, dan merk je ook hoe krap het al is op de Noordzee. We hebben altijd het beeld van, daar kunnen zo echt ladingen windmolens bij. Maar dat valt denk ik heel erg tegen. En als dat zo is, en je wil wel die hernieuwbare energie hebben, die zo min mogelijk CO2 uitstoot, dan is kernenergie denk ik echt een hele goede oplossing. En ik ben wel benieuwd hoe de Partij voor de Dieren het dan ook weegt. Hè? Dat je ook vissers hebt, die wil je ook een toekomst geven, langjarig. Hebben ook altijd al veel gebruik gemaakt van de Noordzee. En je hebt natuurlijk de maritieme sector, scheepvaart, alles wat er ook gebruik maakt van de Noordzee. De natuur, die ook belangrijk is op de Noordzee. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. Dus maar dat kijkt is dus voor het CDA dan een belangrijk argument. Die Noordzee is druk en vol. En dus gaan we dat gewoon niet redden met zoveel wind niet op zee. Alleen, niet en, alleen. En mede daarom hebben we kernenergie nodig. Ja, absoluut. Laat het vooraan. Ja, ik vind het een hele pessimistische blik van het CDA. Ten eerste, het is goed dat Agnes Mulder de visserij erbij betrekt. Dat is een andere problematiek. Hè. Dan heb je het over de eiwittransitie. We zullen in de toekomst echt veel minder vis gaan moeten eten om het ecosysteem gezond te houden. Voelt toch een beetje als een ander debat. Ja, dat begrijp ik, maar omdat ze het zelf introduceert, voel ik mij niet geremd om even te noemen dat die eiwittransitie ontzettend van belang is. En wat je ook ziet, en dat zie je met name de laatste jaren, is dat die techniek dermate ver snel voortschrijdt van wind op zee. Dat je nu met 100 windmolens, dat is echt wel te overzien, al 3 kerncentrales dezelfde energie hoeveelheid opwekt als 3 kerncentrales. Ja, meneer Blok zegt 80 windmolens, 1. Ja, goed. Ja, nou goed, oké. We ronden dit debat af. Dank u wel. Blijf erbij, want ik ga ook de andere 3 partijen betrekken. En ik begin bij Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid. Eerst maar eens even de stelling. Nederland moet een extra kerncentrale bouwen. De eerste stelling in dit BNR-debat. Bent u voor of tegen? Nee, de PvdA is daar tegen. Kernenergie is gevaarlijk, duur en overbodig. En eerlijk gezegd zie ik nu in dit debat tussen het CDA en de Partij van de Dieren precies gebeuren waar de Partij van de Dieren al over begint, is een afleiding. Dus u zegt net als debatleider al, we hebben een doel van ongeveer halvering van de CO2-vervuiling. We halen maar 34% in 2030. En ik wil eigenlijk wel weten van het CDA, hoe gaan we nou dat gaatje dichtlopen? Of gaatje, dat enorm gapende gat dichtlopen? Neemt u deze klimaatcrisis wel serieus? En gaat u dat doen met kernenergie? Ja. Of hoe gaat u dan wel zorgen dat wij onze doelen halen in 2030? Okay. Agnes Mulder, want ook zo'n kerncentrale moet natuurlijk bijdragen aan het wel halen van die doelen, waarvan absoluut niet uw debatleider dus heeft gezegd, gaan we voorlopig even niet redden. Hoe gaat dit nou bijdragen daaraan? Ja, ik wil eerst even iets wegnemen, want als het misverstand bij de PvdA bestaat dat ik niet voor een verhoging zou zijn van de CO2-doelen Europees, dan moet ik dat echt even uit de weg ruimen. Want collega's uit de Tweede Kamer die weten dat ik rapporteur ben geweest samen met de heer Sinot van D66
om juist dat Europese doel te verhogen. Dus vanuit Nederland heb ik daarvoor gepleit, vanuit de Tweede Kamer. Ook met steun van de Eerste Kamer. Dus ik wil dat beeld even wegnemen. U bent dus voor die 55%? Wij zijn voor de 55%. Die hoge Europese doelstelling? Ja, want het lijkt nou net alsof er wordt gesuggereerd alsof we dat niet zouden zijn. En dan komt natuurlijk de stap van hoe ga je dat dan doen? Want wij willen dat zo graag samen met onze inwoners doen. En het liefst dat bijvoorbeeld onze industrie, dat die dat ook Europees kan oppakken. Dus alles wat je Europees met bronbeleid en alles kan doen. Heel veel CO2 kan reduceren. Ja, ik denk dat dat toch heel erg belangrijk is. En dan komt ook die luchtvaartsector daar ook bij om de hoek kijken. Dus vraag van de heer Thijssen is, wat is het antwoord op de vraag wat u hoort, meneer Thijssen? Nou, ik heb niks gehoord. Volgens mij impliceer ik niet dat u voor of tegen hogere doelen bent. Waar ik u op aanspreek is, u hebt 4 jaar de macht gehad in Nederland. 4 jaar heeft u het klimaatbeleid heel serieus genomen. We horen net dat de planbureau zegt dat u belangen na het doel niet haalt. En dan komt u met een technische optie, kernenergie, die geen gram CO2 gaat besparen tot 2030. Dus nogmaals mijn vraag. Hoe gaat u zorgen, wat zijn uw plannen om te zorgen dat we dat gapende gat voor 2030 wel dicht gaan lopen? Laatste antwoord van mevrouw Mulder, dan ga ik naar de andere twee deelnemers. Natuurlijk hier, het debat ging over kernenergie. Ik merk even op dat het een andere kant op gaat en dat is prima hoor. Want het is ook belangrijk dat we daar ook goed mee bezig zijn. Dat rapport ligt er net. Ik denk dat wij met elkaar goed moeten kijken wat haalbaar en betaalbaar is. Wat past ook binnen het klimaatakkoord wat er is gesloten. Er zaten heel veel partijen bij een tafel, alleen de inwoners ontbraken. En wat het CDA nou graag wil, is dat ook die inwoners hierbij worden betrokken. Dat we een burgerpanel gaan krijgen, een klimaatberaad. En dat we de mensen ook mee laten denken. Want uiteindelijk gebeurt het bij onze mensen allemaal thuis, achter de voordeur of dicht bij hun in de buurt. En dat moeten we. Dat een antwoord op de vraag van de heer Thijssen, Raoul Bouke. En daarna GroenLinks.